Nou, welkom allemaal bij de eerste podcast van Medicine XP, waar we het gaan hebben over medicijngebruik bij anderen en hun ervaringen daarvan. En vandaag zitten we met Rosa. Nou, welkom Rosa bij de allereerste aflevering. En dankjewel. Kan je jezelf kort voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik ben Rosa, 36 jaar. Werk in de apotheek als apothekersassistente momenteel in het ziekenhuis. In de polyklinische apotheek en het dagelijks leven is ook bezig met medicijnen en mensen helpen. Verder een moeder van een zoon en lekker in het leven. Wat leuk zeg, het klinkt allemaal heel interessant. Ja. En vandaag zitten we hier natuurlijk om met jou over die ervaring met de medicijn te praten. Over welk medicijn gaan we het precies hebben vandaag? We gaan het vandaag over codeïne hebben, mijn bijzondere ervaring met codeïne. En waarvoor heb je codeïne uitgeschreven gekregen? Voor hoest. Droge kriebelhoest, waardoor ik niet kon slapen heel lang. Daarvoor heb ik het gekregen. Mm-hmm. En codeïne, heb je dat wel eens eerder gebruikt? Of was dit je allereerste keer? Het was niet mijn eerste keer. Ik had het daarvoor daarvoor een keer gebruikt. Dus het was eigenlijk de tweede of de derde keer dat ik het ging gebruiken. Mm-hmm. En had je al eerder wel eens ervaringen gehad dus met codeïne, een nare ervaring gehad met codeïne voordat je... Nee, de eerste keer niet. En daarvoor herinner ik me niet of het nou paracetamol met codeïne was of codeïne was of iets anders voor hoest. In ieder geval, de allereerste keer heb ik, behalve de bekende bijwerkingen, slaperigheid, heb ik nergens last van gehad. En welke bijwerking heb jij op dit moment gehad, de laatste keer dat je dat gebruikt? En hoe was dat anders dan alle andere keren? Ja, dat was heel erg anders dan alle andere keren. De bijwerking was hele heftige maagpijn. Echt zodanig heftig. Dat de dokter op dat moment dacht dat ik dus misschien een hartinfarct had gekregen of iets met mijn hart had. En dat gewoon de spoedeisende hulparts gewoon bij mij thuis is gekomen. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me heel heftig natuurlijk. Maar wist je huisarts dit van tevoren al? Of had hij eerder zulke ervaringen gehoord van patiënten? Of was jij de allereerste die dit had? Hij had dit niet eerder gehoord. Hij wist het niet. En ik wist het zelf ook niet. Terwijl ik in de apotheek werk en heel veel bijwerkingen ken en weet van hun bestaan. Maar bij deze wist ik echt niet. Ik weet wel dat je kan braken en misselijkheid krijgen bij codeïne. Maar dat was ook niet de meest voorkomende bijwerking. Alleen dit was echt gewoon pijn. Heel veel pijn in mijn maag, op mijn borst, op mijn rug. Wat was de reactie van jouw huisarts eigenlijk toen jij dit aan hem uitlegde en toen jij dit vertelde aan hem? Ja, die vond het heel gek en ik denk dat hij mij niet zou geloven als hij niet wist dat ik in de apotheek werk en dat ik het gewoon ook een tweede keer een kans heb gegeven, de codeïne. Mm-hmm. En waardoor zou het eigenlijk komen, denk je, dat een huisarts jou niet zou geloven als je niet bij een apotheek zou werken? Heeft dat een bepaalde reden, denk je? Ik denk dat die denkt op, dit is geen bijwerking voor codeïne, niet in een bijsluiter althans. En dat hij denkt, ja, misschien, ja, mensen die kunnen wat zeggen. Soms worden mensen niet serieus genomen als ze niet echt een medische achtergrond hebben en niet mondig genoeg zijn en niet kunnen zeggen, nee, maar dit was echt zo en ik heb het nog een keer geprobeerd. Je werkt natuurlijk bij een apotheek. Heb jij wel eens mensen gehad die dan tegen jou zeiden van, ik ben naar mijn dokter geweest, maar hij of zij snapt mij niet en ik heb wel bijwerkingen gehad? Ja, dat hoor je vaker, of dat er niet geluisterd wordt überhaupt. Dat het is, probeer het nog eventjes aan en dat soort dingen. Dus dat hoor je vaker, ja, dat er niet goed geluisterd wordt naar de bijwerkingen. Mm-hmm. Ja, en vind je dit ook een groot probleem, zeg maar, dat mensen niet gehoord worden of niet gehoord worden door een huisarts dus bijvoorbeeld? Dat is zeker een groot probleem, want als je niet gehoord wordt, dan ga je aan jezelf twijfelen, waardoor je het misschien doorgaat op de verkeerde medicijngebruik. In dit geval kon je niet nog een
ja, ik heb het tweede keer kans gegeven na die bijwerking. Het was even naar, dus een derde keer komt er niet. Maar het kan ook zijn dat iemand echt heftig allergisch reageert op iets. En dat wordt niet gehoord. Ja, dat kan nooit goed aflopen. Ja, en heb jij zelf, nu je zo'n bijwerking hebt gehad, ben je zelf getwijfeld of je ooit nog codeïne gaat gebruiken? Dat je een soort van angst hebt ontwikkeld voor codeïne? Of is dat niet zo? Nou, ik ben het nog een keer gaan proberen. Omdat ik dacht, kan dat nou door codeïne? Of wat komt dat door dat ik me zo heb gevoeld? Ik ben het nog één keer gaan uitproberen. En toen begon het weer. En toen dacht ik, nee, ik ga het nooit meer proberen. Ik heb nu ook als allergie laten melden in mijn systeem. In het ziekenhuis, zeg maar. Waar ik onder behandeling ben. In mijn woonplaats en eventueel mijn vaste apotheek, heb ik het als allergieën op laten nemen. En geef je zo'n bijwerking dan ook door aan de mensen die codeïne kopen bij jou, of kopen die het op uitschrijven van een dokter bij jou afnemen? Is je dan dat er wel bij vermeld of zo? Of? Deze bijwerking niet. Nee, oké. Okay. Want hij staat niet vermeld. Dus dan ben ik ook niet bevoegd om dat te delen. En ik wil ook niet mensen bang maken. En bijwerkingen zijn heel vaak individueel anders. Dus het kan zijn dat veel mensen, en daarom zo blij met Medicine XP, als je hem daarin vermeldt en je ziet dat reageren een paar andere mensen van ja, dat heb ik ook gehad en dat heb ik gehad. Ja, dan ga je dan gaan er misschien pas nagekeken worden van wat kunnen we hiermee. Dat er soort van patronen worden herkend bij verschillende individuen met dezelfde bijvoorbeeld. Ja. Precies. Ja. En waar zie jij de zorg? Ja, en of daar een structuur in zit, hè? Ja. Waar zie jij de zorg in groeien in de toekomst? Wat is voor jou echt een doel om betere zorg te krijgen? De zorg kan een punt halen of zeg maar punten scoren op echt zorg bieden. Dus tijd luisteren, tijd nemen. Naar mensen kijken als individu, niet als een groep. Van nou, deze heeft algemene bijwerking bij 100 mensen die getest zijn. Hoofdpijn dus. Is het geen hoofdpijn, dan is het geen bijwerking. Of is het dat het niet gehoord wordt. Je moet luisteren naar de mensen. En natuurlijk zijn er mensen die dingen groter maken dan het nodig is. Maar er zijn ook gevallen bij waar echt, ja, echt noodzakelijk is. Of echt heel erg belangrijk is wat zij zeggen. Wat zij roepen of wat zij ervaren. Dus ik denk goed luisteren en goed informatie. Een duidelijk informatiesysteem. Ja, en ik hoor ook heel vaak dat doktoren het meestal heel erg druk hebben. Wat ik overigens echt snap. En natuurlijk ook in jouw vak, weet je wel. Je komt zoveel mensen tegen. En je moet heel veel uitleggen, maar je hebt soms gewoon niet de tijd. Hoe zie jij, zeg maar, de zorg, hoe moet de zorg verbeterd worden zodat de doktoren wat meer tijd overhouden voor hun patiënt? Ik denk dat nu momenteel het financiële plaatje de laatste jaren is heel erg gaan spelen. Met name de verzekeraars die heel veel macht hebben. En heel veel willen en weten en heel veel recht ook hebben nu. Waarom ik zeg maar op mijn vakgebied, waarom ik op mijn plek zit waar ik nu zit, en ik zit er al bijna 12 jaar, is omdat dat daar op die plek echt tijd voor mensen genomen wordt. Er wordt gewoon geluisterd en er wordt meegedacht en er wordt alles aan gedaan om te proberen. Maar wij zijn maar een klein groepje en er is zoveel meer. En soms krijg je de grote, hoe noem je dat, de artsen hebben het inderdaad druk. Die doen dan even snel wat. Dan nemen wij de tijd ervoor om te gaan uitzoeken. Maar er zijn een zat zorgverleners die daar geen tijd hebben en ruimte hebben en niet kunnen. Ja, ik lees ook heel vaak dat informatiesystemen waarschijnlijk belangrijker gaan worden in de zorg. Ik als IT-jongen vind dat ook wel. Maar er zijn natuurlijk ook gevaren. Met data uitleveren en zo. Hoe zie jij dat voor je? Zie jij dat IT iets belangrijks gaat betekenen voor de zorg? Of denk je van ja, het zit nog in zijn beginfase en het moet nog ontwikkeld worden? Nee, absoluut. Het is heel belangrijk. IT is heel belangrijk, dat zie je nu. Een klein voorbeeld. Ik zou heel graag in ons ziekenhuis zien
dat wij in het ziekenhuis uit één systeem gaan werken. Dat we allemaal kunnen inzien wat die dokter heeft gezegd, wat die dokter heeft gedaan. Het zou qua zorgverleners onderling, die data zou gewoon moeten kunnen. En mensen zijn steeds banger geworden voor privacy, zus, privacy, zo. Maar dat komt, gewoon een klein voorbeeld, er komt een patiënt bij jou aan de balie en die zegt, nou, hier is mijn recept. En die krijgt een bepaalde x antibiotica. En dan vraag ik, wat gebruik ik daarmee? Zeg, ja, maar dat heeft de dokter net ook doorgenomen, de dokter weet het. Maar dan denk ik, nee, mijn systeem, die geeft mij zo aan van, goh, hij heeft dat, dit matcht niet. Ik heb die ervaring ook, maar ik heb niet van al die honderden duizenden medicaties met elkaar, medicijnen. Maar die, dat systeem wel. Dus het systeem is echt helpend. En ja, mensenleven reddend bijna, zou je kunnen zeggen. Want als wij het zonder moeten doen, zal het veel moeilijker zijn en veel lastiger zijn om mensen de juiste zorg te leveren. Mm-hmm. Ja, ik lees nu momenteel ook een heel goed boek waarin ook echt wordt vermeld dat bepaalde scans en zo ook heel persoonlijk gaan worden. Dus dat je niet een MRI-scan gaat nemen bij het ziekenhuis, maar dat je dat gewoon op je smartphone gaat kunnen doen, et cetera. En dat zijn natuurlijk hele spannende ontwikkelingen, et cetera. Dat maar zijn ja, ze ook. Ja, maar ja, mensen zijn ook wel heel bang voor zulke ontwikkelingen. Want je hoort ook heel vaak biochips en dat soort dingen. Dus het kan aan de ene kant heel erg handig zijn. En aan de andere kant denk je ook wel van, misschien is dat overdreven of zo, zo'n soort ontwikkeling. En, ik ben van mening dat zulke ontwikkelingen, natuurlijk, het is overdreven. En het maakt, het is eng, het is zeker eng. Maar ontwikkelingen zoals een appje voor de medicijnen, een appje voor de bijwerkingen of het apotheekinformatiesysteem bijvoorbeeld, die tonnen informatie bevat. En die jou daarbij helpt, vind ik niet gevaarlijk. En je hebt nog steeds mensen die zeggen, nee, wij willen onze gegevens niet delen. Maar dan denk ik, man, kijk nou wat voor lijst medicijnen jij hebt. Ja. Als jij in Groningen komt in het ziekenhuis te liggen, omdat je daar een ongeluk krijgt, dan zou je echt blij zijn dat die informatie gedeeld wordt onderling. Ja, ik las laatst een artikel waarin stond dat doktoren tijd verspillen aan het vergaren van informatie wanneer iemand bij de ziekenhuis komt voor een operatie. Dus dat gaat met e-mails en enveloppen en brieven. En ze missen eigenlijk één centraal punt waar jij als apotheker bij kan, waar een dokter bij kan en jij als patiënt er ook bij kan. En klopt, dat, die is er, maar daar wordt dus, wat je zegt, niet door iedereen toestemming voor gegeven. En ik heb vandaag een voorbeeld ook gehad, zelfs dat men dat X-patiënt, die moet de medicatie benoemen. En die zegt dan, ik gebruik dit, maar die ligt op de eerste hulp. Mm-hmm. En die is ziek en die vergeet de helft. En ik kijk in mijn systeem en ik zie van haar apotheek zo'n reeks binnenkomen. Dat ik zeg, ik bel gelijk die arts van, goh, heb je daar en daar rekening mee gehouden? Dus het is nodig. En vooral zo'n platform voor bijwerkingen misschien. Helpt het mensen ook om een ei kwijt te kunnen. Ja, precies. Daarom ben ik ook met Medicine XP begonnen natuurlijk, om ook verhalen van jou te horen. En ik ken je nu al wat langer natuurlijk. En zo probeer je eigenlijk ook iets anders te zijn dan bestaande bedrijven die ook eigenlijk hetzelfde doen. In quotation marks. Dus ja, heel fijn dat jij je input nu hebt gegeven. En dat je ook eigenlijk hebt duidelijk gemaakt hoe jij de verbeteringen ziet in de toekomst. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen van de eerste aflevering. En dank je wel. Geen dank. Heel graag gedaan.